Rap en Roer presenteert de musical Betoeterd. Betoeterd, betoeterd, wie is hier betoeterd? Ja, waarom zo'n rare titel? Nou. Nou, kijk even mee. Welkom in de Bekersteeg. Niet echt het mooiste stukje van de stad. Het is er best gezellig hoor, maar het kan er soms ook fel aan toe gaan tussen de bewoners. Mario en zijn familie hebben hier een pizzeria. Mario houdt erg van de Italiaanse opera. Maar Rowena, de bovenbuurvrouw, houdt niet zo van operamuziek. Hé, kan het niet wat zachter met die muziek? Ach, die arme Rowena. Als ze niet gestoord wordt door haar onderburen, dan is het wel door haar luidruchtige aanbieder, die weer eens op de stoep staat. Julius hoopt Rowena's hart te winnen, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Postbode Piet heeft dan ook elke dag alleen maar post voor Rowena. Heel veel brieven van Julius. Waarom krijgen wij nooit eens post, Piet? Ja, Piet, waarom krijgen wij nooit eens post? Zeggen Sjaan en Truus, die dag in dag uit op het bankje naast de pizzeria zitten. Ik zeg maar zo, de liefde van de man gaat door de brievenbus. Of zoiets. Hé, jammer dames. En ze hebben ook al zo'n last van die jongeren die de steeg tot hun hangplek hebben gemaakt. Ali C, rapper Zoef en Tony Haak. Ze rappen en spuiten graffiti op de muur. Ze hopen dat ze daarmee beroemd worden. En dan heb je nog Brenda, het blinde meisje. Oh, tegen wie botst ze daarop? Sorry hoor. Oh, het is Mina, het poezenvrouwtje. Ja, Sokje is weer eens kwijt. Sokje! Sokje! Waar ben je? Poes. Wat nu weer? Oh, dat is Bobby Bootkamp. Ja, die haar groepje buiten sportles komt geven. Ja, ze heeft er weer zin in. Het groepje geloof ik wat minder. Kortom, er gebeurt van alles in de steeg. En af en toe loopt de ruzie flink op. Maar wat hoor ik? Wat een prachtige trompetmuziek. Iedereen valt stil. Het is Chef. Chef woont in een vuilnisbak in de Bekersteeg. Waarom? Dat weet niemand. Op een dag was hij er gewoon, met zijn trompet. En als hij speelt, wordt iedereen weer rustig en vriendelijk tegen elkaar. Ja, zo gaat het elke keer in de Bekersteeg. Maar op een dag verschijnt verslaggever Simon Stoorzender. Wat vindt u ervan dat deze wijk tegen de vlakte gaat, mevrouw? Wat? Onze hele mooie steeg? Tegen de vlakte? Ben je helemaal betoeterd? Waarom dan? Nou, hou je vast. Dat ga ik je nu vertellen. Zie je die man daar, met dat pak aan? Dat is de steenrijke zakenman Ronald Ramp. Hij heeft net de hele wijk gekocht. En wat nou het erg is, hij gaat de hele boel slopen en hier een groot flatgebouw neerzetten. En nou heb ik dus gehoord dat hij dat doet omdat zijn dochters Paris en Kim bijna jarig zijn. Ze worden 18 en ze krijgen van een stinkend rijke pa een groot penthouse bovenin die toren cadeau. Bah, wat een verwende nesten. Hier zie je ze, Paris en Kim. Ze hebben al zoveel cadeaus van hun vader gehad. Als hij maar niet weer aankomt met een zeiljacht. Nee, of een ruimtereis. Bah, boring. Wat moet je ermee? Ondertussen zijn de vuilnismannen al langs geweest om de rommel weg te halen en de aannemer heeft zijn landmeters en bouwvakkers al aan de gang gezet. Verschrikkelijk! Alles gaat op de schop. De bewoners van de Bekersteeg zijn in rep en roer. Hier wist niemand iets van. Dit kan toch niet waar zijn? Boos gaan ze naar de burgemeester. Maar die zegt... Nou, sorry, het is te laat. Het contract is al getekend. We kunnen het helaas niet meer terugdraaien. Nou, dat zullen we nog wel eens zien, zegt advocaat Dick. Jullie hebben een sterke zaak, hoor. Maar de rechter, die eigenlijk naar huis wil omdat zijn vrouw frietjes heeft gebakken, wijst het bezwaar af. De Bekersteeg mag gesloopt worden. Oh, nee. Wat nu? Moet iedereen uit zijn huis? Ja, nu ontstaat er een echte ruzie, een opstand, een rel. Maar weet je nog, in de Bekersteeg worden ruzies altijd opgelost door Chef met zijn mooie trompetspel. Maar waar is Chef? Chef, de vuilnisbak is weg. Iedereen zoekt naar Chef. Chef! Maar hij is onvindbaar. Chef, waar ben je? Poes. Sokje! Nee, we zoeken Chef! Chef! Huh? Zie ik dat nou goed? Hebben ze hun koffers bij zich? Is het echt afgelopen met de Bekersteeg? Gaat iedereen nu uit elkaar? En Chef,
Zal hij ooit teruggevonden worden? Je ziet het in de musical Betoet het. Nog even. Loopt het dan echt zo slecht af? Ben je Betoet het? Het wordt een vrolijke en spectaculaire musical. Van rep en roei natuurlijk. Want ik ben altijd in de buurt als jij.